Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Na ruim 3,5 maand in de gevangenis te hebben gezeten, mag oud-bankier Eric Garcia zijn straf verder thuis uitzitten. Hij krijgt aanstaande vrijdag huisarrest, zo meldt Extra vandaag. Garcia is 79 jaar oud en voor zijn gezondheid is het beter dat hij niet langer in de gevangenis zit, zoals gisteren door de rechtbank bepaald. Garcia is in mei van dit jaar veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. Hij moet ook $11 miljoen terugbetalen dat hij zou hebben verduisterd als curator. De politie heeft 5000 gulden uitgeloofd. Dat is voor mensen die weten wie er betrokken was bij de brandstichting in het belastingkantoor in de nacht van 22 augustus. Er is een video verspreid waarin te zien is dat een auto midden in de nacht naar het belastingkantoor toe rijdt. Mannen uit de auto stappen en snel weer wegrijden daarna. De politie wil weten wie die mannen zijn, want zij worden ervan verdacht brand te hebben gestoken in het belastingkantoor. Het Curaçaose parlement is gisteren akkoord gegaan met het voorstel van de regering om maatregelen in te stellen per 1 september. Deze maatregelen moeten meer geld voor de overheid opleveren. Daarbij gaat het onder meer om de verhoging van de accijns op sigaretten, bier, wijn en sterke drank. Ook wordt de afvalstoffenheffing verhoogd. Volgens minister Gijs Bertha van Financiën is er veel kritiek op de maatregelen. Maar hij zegt van niemand een alternatief te hebben gehoord dat op korte termijn kan worden ingevoerd om meer geld in het laadje van de overheid te krijgen. Vanaf 4 uur 's ochtends zijn in de omgeving van Bandabau door de Curaçaose politie in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee verschillende huiszoekingen verricht. Dat gebeurde onder meer in Rio Magdalena, Terra Preto, Rust en Pad en Groot Santa Marta. In totaal zijn bij de actie 7 mensen gearresteerd en 5 wapens in beslag genomen. Verder zijn auto's, telefoons en computers meegenomen. De huiszoekingen en arrestaties hebben te maken met een onderzoek naar een gewapende overval in Bandabau. De nieuwe directeur van het Curaçao Medical Center, directeur Hans Kitsierski, ligt onder vuur. Volgens internist Nouaf Ayoubi heeft Kitsierski zich meerdere malen negatief over Arabieren uitgelaten en heeft hij onder meer gezegd: ik heb een hekel aan Arabieren. Ayoubi zei dat gisteren tijdens een bijeenkomst in de Staten waar hij was als internist. Zijn neef Yasser El Ayoubi, parlementariër voor de PAR, wil ook van de minister weten wat er precies zich heeft voorgedaan en wanneer Kitsierski dat gezegd heeft, maar vooral wat de minister daaraan gaat doen. Giselle McWilliam is gisteren benoemd tot minister van Economische Ontwikkeling. Zij volgt daarmee Steven Martina op, die in februari van dit jaar opstapte. McWilliam zegt dat ze beseft dat ze minister van Economische Ontwikkeling wordt in een economisch zeer lastige tijd. Ze wil direct beginnen en wil samen met de bevolking de Curaçaose economie weer aanjagen. Daarvoor heeft ze een lijst opgesteld van punten waaraan ze aan wil gaan werken om te zorgen dat de economie weer beter gaat draaien. Na de brand in het belastingkantoor vorige week heeft het ministerie van Financiën diverse noodmaatregelen genomen om de klanten toch van dienst te kunnen zijn. Het naast het belastingkantoor gelegen BAP is inmiddels weer open en mensen die gebruik willen maken van de diensten van de inspectie van de Belastingdienst kunnen zich melden bij het kantoor van de Centrale Debiteurenadministratie. Het is in Pietermaritzburg Parking Mall. Het gaat dan vooral om verzoekschriften en bezwaarschriften. De ontvanger zit tijdelijk in het kantoor van de SVB aan de Paters Euwensweg in Otrobanda en is open voor stempels en doktersverklaringen. Andere diensten van de ontvanger kunnen nu niet worden geleverd. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.